Goedemiddag, daar ben ik weer. Ik ben vanmorgen vertrokken uit Tetjonin, geloof ik. Heb ik gelogeerd bij een familie die ook fietst. Het is tweede paasdag. Hier is dat een beetje de enige echte paasdag. Ik heb net heel ver geklommen. Even kijken of ik het kan laten zien. Ja, het is een beetje... Je ziet wel dat heel ver weg is daar. Dus ik ben flink omhoog geklommen. En ik mag dadelijk, denk ik, ook heel ver dalen. Ik zit hier in het reuzengebergte nu. En het is heel mooi. Het is niet te steil, dus het is eigenlijk heerlijk fietsen. Ik ga even vertellen wat ze hier met Pasen doen. Want wat er hier op tweede paasdag gebeurt, is dat de mannen en de jongens, die gaan langs de deur om met een stok de meisjes en de vrouwen op hun billen te slaan. En om eieren te vragen. En daar zeggen ze dan een soort versje bij op. Iets in de trant van blijf jong, blijf mooi en geef me een ei. En dan krijgen ze chocolade-eieren, geverfde eieren, stukken paascake en paastaart. En af en toe een flesje Slipovic. Dat is hier een of andere likeur van 52% alcohol die ik vanmorgen ook heb moeten proberen. Dus ik ben lekker warm in ieder geval van binnen. Ik heb nog een halve fles mee gehad. En een stuk paascake. Dus dat komt wel goed vandaag. Nou, ik zal nog een keer naar het mooie uitzicht. Mijn fietsje. Dus ik ben vanmorgen dus uit Tetjonin vertrokken. En ik heb geen idee waar ik vandaag heen ga. Dus voor het eerst dat ik echt helemaal geen flauw idee heb. Want ik weet dat er geen campings zijn. En ik weet dat er niemand op mij zit te wachten in de komende 100 kilometer. Dus het wordt gewoon, ik weet niet, fietsen tot ik op mijn neerval. En dan ergens aankloppen. Kijken of ik misschien mijn tentje op mag zetten. Maar dat moet wel goed komen, denk ik. En anders dan neem ik gewoon een stok mee. En dan sla ik ze op hun billen. En dan komt het goed.